Ja, Hendrik Valk. Dat was nou een typisch 20e eeuwse kunstenaar. Want hij is geboren in 1897 en hij is overleden in 1986. Nou, dan heb je de hele kunst van de 20e eeuw, zeg maar, beleefd. En ja, wat is daarin essentieel? Dat je dan die beginjaren van rond 1910, 1920, hè, in die jaren gebeurde er ontzettend veel in kunstenland. Te beginnen in Parijs en overal, internationaal, maar ook in Nederland. En nou, dan is een van de essentiële dingen de overgang naar de abstractie. Dus de ontdekking van de abstractie. Piet Mondriaan, Theo van Doesburg. Maar ja, hè, dat gebeurde ook in het buitenland met Kandinsky, met Malevich in Rusland. Ja, dat was echt een ontdekking. En sindsdien kon je alleen maar abstract zijn of niet abstract. Ja. Weet je wel, dat is zoiets. Ja, ja, dat heeft in de jaren 50 en 60 nog enorm doorgewerkt. Met allemaal polemieken die toen Nederland helemaal op zijn kop zetten. Van als je niet abstract schilderde, dan was je ouderwets. Ja. Nou, ja, daar heeft Hendrik Valk ook mee te maken gehad. Want hij heeft weliswaar een tijd met die abstracte kunstenaars van de stijl een soort samengewerkt of in de omgeving van die kunstenaars gewerkt. Maar ja, hij is teruggegaan naar de figuratieve kunst. En daar heeft hij ook eigenlijk nooit losgelaten, toch? Ja, hij heeft abstracte werkjes gemaakt. Niet meer dan een handvol. Hij vond dat ook te dogmatisch. Hij wilde vrij zijn. Het was natuurlijk een heel onafhankelijke geest. Ja, hij was met van alles bezig. Hij plukte overal uit die kunstgeschiedenis dingen op. Weet je wel, ook uit de Romaanse tijd. Of nou ja, dat je altijd maar bezig bent met wat kan ik gebruiken. Maar hij schilderde portretten, stillevens, landschappen. Dus eigenlijk alle thematiek uit de klassieke schilderkunst zie je bij hem terug. Maar altijd probeerde hij terug te brengen tot de essentie. Precies, ja. Dus helemaal dat helemaal in zijn stijl vertalend. Heel kaal eigenlijk. En bijvoorbeeld, het is heel eenvoudig dat je zo'n kunstgreep, zou ik maar zeggen, die hij toepaste. Of ja, ik moet dat niet als een kunstgreep zien, want dat zo was het niet. Het ging echt vanuit een gedachte. Maar hij zuivert zo. Wat die kunstenaars van de stijl dus ook deden. Maar wat bij Valk heel vaak, wat je ziet, is de witte achtergrond. Dus daar begint het. Ja, geen ruis. Zeg maar alleen wat het toe doet. Dus ook al als je alleen al een bloemstuk hebt. Een bloemstilleven, ja, dat is van traditionele kunstenaars, of hè, wat een gewoon bloemstuk is, daar zie je een tafel bij, een vaas, allemaal bijwerkingen, bij dingen. Hè? Ja, achtergrond. Achtergrond. En Valk neemt sec de vaas, soms niet eens, weet je wel. Ook is dat maar één lijntje, twee lijntjes, glaasje heb je dan, en dan die bloemen. Ja, maar het is ook heel knap hoe hij bijvoorbeeld aan de hand van twee lijntjes kan laten zien dat een bloem een tulp is of een ander soort bloem. Ja. Dat je nog net herkent, het is een tulp, maar het is ook geen tulp. Het is niet letterlijk een geschilderde tulp. Dat is grappig dat je dat zegt, want ik heb daar toevallig heel goed naar gekeken onlangs, ook weer met een tentoonstelling over zijn tulpen. Want een tulp zou je kunnen zeggen, dat is ook een heel recht toe recht aan. Eigenlijk is die bloem al gestileerd. Ja. Dus ja. Hendrik Valk maakt het zichzelf makkelijk. Zo niet Hendrik Valk, want hij nam dan toch vaak de papegaaitulp. Nou, dat zijn ingewikkelde vormen, allemaal gekartelde randjes. Ja, heel klassieke tulp, hè, uit de schilderkunst. Ja, maar echt een hele gecompliceerde vorm. Nou, en de uitdaging zat hem voor hem in om zo'n hele gecompliceerde vorm toch terug te brengen naar de essentie. En dan zijn er schilderijen bij dat je gewoon heel gestileerde tulpen ziet. Maar ze doen heel echt aan. Dus dat is een hele. Heel knap is dat. Ja, dat is zijn kwaliteit eigenlijk. Ja, ja. En Carolien, zijn er bepaalde thema's die regelmatig terugkwamen in zijn werk? Als je het hele werk van Valk overziet, dan zie je vooral de klassieke thema's van portret en stilleven. Nou, stilleven is nog niet eens zoveel, maar veel landschappen, portretten. En stadsgezichten, dat soort dingen. Maar het ging toch ook wel over diepere zaken, zal ik maar zeggen. In de jaren 30 heeft hij zich veel met de situatie in het hele land, hè, of in de wereld,
bezig gehouden. Met de oorlogsdreiging en dat soort dingen. Hij was ook later iets speciaals in zijn werk, is ook dat hij in zijn latere leven heel veel Russische vluchtelingen heeft geschilderd. Als je dat jonge werk ziet, of dat vroege werk moet ik dan zeggen. Nou, af en toe is dat gewoon Kandinsky wat je dan ziet. De hele bijna ook al geabstraheerde landschappen. Waarbij je heel goed moet kijken van wat is hier voorgesteld. En zie ik hier nog een boom of een weiland. En in Leiden, daar woonde toen Theo van Doesburg. 1917 richtte hij de stijl op, hè, of de stijl oprichtte. Dat was dat tijdschrift waar ze allemaal rond verenigd waren. En die is op een gegeven moment bij Valk op het atelier geweest. En ze heeft dat werk gezien. En die dacht, ja, wacht even. Jij hoort bij ons. Jij bent ook zo iemand die modern bezig is. En Valk had verteld daar later altijd over. Het is echt wel zo'n verhaal uit de oude doos. Of tenminste dat je weet van, is dit nou echt gebeurd zo of niet? Weten we niet. Maar ik denk wel dat het een kern van waarheid is. En hij kon daar toch wel heel gedetailleerd zo over vertellen. Over Valk en over Van Doesburg. En hoe zijn hele voorkomen was, want dat was wel een mannetje. Ja. Maar ik begreep dat wat hem eigenlijk tegenstond in de stijl was dat ze in zijn optiek te dogmatisch waren. Ze hadden best wel veel regels, bijvoorbeeld alles moest 100% abstract zijn. Ja. En Valk wilde de figuratie niet loslaten, maar wel tot de essentie terugbrengen. Precies. En dat botste natuurlijk. Nou, want daar, dat was het punt van herkenning eigenlijk. Hè? Dat Van Doesburg en ook Mondriaan die begonnen met doorbeelden van de werkelijkheid. Dus een boom, daar begin je mee, hè, die je ziet. En op het laatst worden dat alleen maar horizontale en verticale lijntjes. Nou, zoiets deed Valk ook. Maar nog wel altijd met het herkenbare voorstelling in beeld. Eigenlijk net als Van der Lek, Bart van der Lek, die ook bij de stijl betrokken was. En nou, bij beide heb je dan, op een gegeven moment hebben ze allebei nog wel iets van abstracts gemaakt. Dat je helemaal niet meer kan zien. En dan lijkt het werk wat Valk maakte ook heel erg op Van Doesburg. Of wat Van Doesburg maakte. Maar dat was gewoon niet zijn, daar voelde hij zich niet prettig bij. En hij merkte aan alles, denk ik, dat wel van hem verwacht werd. Als hij dan ook bij de stijl zou komen. Hè. Hij werd uitgenodigd om te exposeren met de stijl. Het was nog oorlog, dus van na de oorlog, dan gaan we exposeren. Doe je dan met ons mee? Nou, en hij dacht, daar hoor ik eigenlijk niet bij. Nee, hij bleef altijd onafhankelijk. Het was ook een eigenzinnige man, een uiterst gevoelige man, begreep ik, maar wel heel eigenzinnig. Ja. En dan de jaren 20 schilderde hij natuurlijk eigenlijk op die heel essentiële manier, zal ik zeggen. Maar in de jaren 30, ik las dat in de vooroorlogse periode zijn werk eigenlijk een andere wending nam. Kun je daar wat over vertellen en hoe dat kwam? Ja, nou ja, dan heb je eigenlijk een hele grote wending te pakken. Want dat is het verschil tussen de periode in Leiden, hè, waar hij helemaal zijn eerste tentoonstellingen had in Den Haag en de omgeving. En experimenteel bezig was, ik zei het al. En is hij naar Arnhem verhuisd in 1926. En in Arnhem werd hij meteen, hij kreeg een vaste baan, docent aan Academie Kunstoefening. He, dat heet nu allemaal Artes. Ja, maar goed, toen was dat kunstoefening. En hij werd leraar. En verliefd. En dit keer was het raak. Maar goed, dat was Tatjana Kochergina. En op zich ook een heel bijzonder geval eigenlijk, want zij was in 1904 in Riga geboren, ook als dochter van meneer Kochergin. En dat was een generaal, hoge officier moet ik zeggen, ik moet niet overdrijven, in het Russische tsaristische leger. En die leefde daar in Rusland van de ene garnizoensplaats naar de andere, een heel soort weelde. Maar op een gegeven moment 1917 werd het Russische revolutie. En dat werd heel gevaarlijk en allemaal toestanden. En toen zijn ze weer naar Riga gegaan. Maar op een gegeven moment in Riga kwam het ook weer, kwam ook dat die Bolsjewieken kwamen daar ook aan. En toen hebben de ouders gezegd tegen hun dochters, ze hadden er 6, eentje was al getrouwd, maar 5, jongens, ga alsjeblieft naar het westen.
zoek maar, daar hebben we nog wel familie wonen. Gaan jullie daar je geluk beproeven? Want hier, wordt dat, hier hebben jullie geen toekomst. En zij kwam dus op de academie in Arnhem terecht. Ja. En ontmoette daar Hendrik Valk. Zij trouwde ook en kregen kinderen. Maar de oorlog brak uit in de jaren 40. Ze woonde in Arnhem. Nou, in Arnhem is natuurlijk hevig gevochten. Had dat consequenties voor zijn verdere loopbaan? Zeker. Want in het begin niet. Hij bleef wel gewoon lesgeven aan de academie. Dat was nog wel een beslissing, want dat was een soort... In die zin is hij niet in het verzet gegaan of zoiets. En dat heeft zijn broer, dat was een beeldhouwer, Willem Valk in Groningen, heeft dat wel gedaan. Dus in die zin kwam er wel enige verwijdering tussen de broers, maar dat is naderhand wel vrij gauw weer goed gekomen, want Hendrik Valk had ook niks fouts in de zin, helemaal niet. Maar de thematiek van de oorlog zagen we wel terug in een aantal van zijn schilderijen in die tijd. Ja. Hij was wel uitgesproken. Heel erg. En hij heeft ook clandestine boekjes uitgegeven. Ja. En met het ene doodshoofd na het andere. Ja. En dan allemaal hele diepzinnige teksten ook. Dus daar was hij zeer mee bezig. En ook dan helemaal Arnhem. Want in Arnhem was in 1944 de slag om Arnhem, hè, de Operation Market Garden, in ieder geval die brug te ver. Nou, dat heeft het gezin Valk allemaal van nabij meegemaakt, dat die parachutisten daar landen. Maar even later moest iedereen uit Arnhem weg, alle bewoners, geëvacueerd. Toen zijn ze naar Garderen gegaan. En daar hebben ze dan relatief rustig dan wel gezeten. En daar heeft hij ook gewerkt, daar heeft hij ook weer helemaal naturalistische bloemstukjes gemaakt af en toe om voor eten te ruilen. Hè? Dat moest je dan ook... Maar zijn ambities waren wel eigenlijk heel erg groot. Dat zie je eigenlijk in zijn schilderstijl. Hij steeg voortdurend boven zichzelf uit, vind ik eigenlijk. Want ook dat... bijvoorbeeld, dat vind ik wel interessant als je dat wat zou kunnen uiteenzetten. Hij wordt ook wel genoemd de schilder van de klare lijn. En dat zie je terug in zijn werk. Zou je daar wat over willen vertellen, waarom hij zo genoemd wordt? Ja, nou, dat is het zoeken naar de essentie. En dat is ook, dus dat is wel de natuur, weet je wel, de natuur weergeven, maar in een paar lijnen. Ja, in een paar lijnen. Ja. In taal zou je zeggen, een paar steekwoorden. Zijn portretten, hij kan echt karakters van mensen weergeven aan de hand van een paar lijnen. In een lijntje van een halve centimeter. Nou, weet je wel, net dat trekje om de mond iemand helemaal karakteriseert. Het was natuurlijk minder revolutionair dan wat de stijl had gedaan voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar het ging ook wel diep, zeg maar. Hij had het ook wel over de spiritualiteit en de vierde dimensie. Ja, ja. Die kunstenaars van de stijl ook in hun werk wilden tot uiting wilden brengen. Die waren ook met harmonie bezig, met de orde achter de natuur, zeg maar. Hè? Ja. Dat had Valk ook. En alleen hij bracht het veel herkenbaarder in beeld. En eigenlijk, dat heeft nooit aan waarde ingeboet. Dat is nog steeds heel herkenbaar en heel fijn direct te zien. Je ziet een landschap van Valk in een paar lijnen, een paar kleuren. Het is heel grafisch, kleurvlak en lijntjes. Allemaal rechte lijntjes. Je kan er met je neus op staan, maar je ziet gewoon allemaal, je ziet geen krom lijntje. En je ziet ook allemaal vierkante ogen bijvoorbeeld. Heeft hij ook altijd in die portretten. En wat ook wel apart is eigenlijk, vind ik, in zijn oeuvre, is hij noemt zijn werk eigenlijk partituren, zeg maar de eerste versie. Mm-hmm. En in zijn latere leven kon hij wel eens terugkomen, of heel vaak kwam hij terug op onderwerpen of schetsen die hij had gemaakt. En die ging hij dan later uitwerken. Ja, dat is ook wel heel... Ik weet dat kunsthistorici dat het nogal lastig vinden, omdat het onderwerp of de eerste schets is dan misschien gemaakt in de jaren 40, maar dan kon hij er in de jaren 70 weer op teruggrijpen. Mm-hmm. Nou, het heeft vooral te maken met het vroege werk. En het vroege werk in de stijl van de stijl, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Want toen heeft hij echt een aantal hele gestileerde composities gemaakt van mensfiguren vaak, dus soms onder een tafel, het ontbijt heet zoiets, maar ook wel religieuzere thema's. Maar dat zijn echt heel, heel strak gestileerde figuren. En die heeft hij ook op etoniet geschilderd. En wat is etoniet? Dat is asbestcement.
daar werkten de kunstenaars van de stijl ook op. En dat is eigenlijk, dat is een soort muur, een soort gips waar je op schildert. Alsof het een muurschilderij is, een schildering, maar het zijn toch schilderijtjes. En dat is ook om het, hè, om die diepte er helemaal uit te halen, om het zo vlak mogelijk te houden. Dat je echt alleen maar ziet waar het om gaat, hè, in de compositie. En die werken, die zijn allemaal in de oorlog verloren gegaan bij die slag om Arnhem. Oh, wat zonde. Ja. Dus ze kwamen daar terug. Nou, heel Arnhem lag in puin. Dat heeft hij ook allemaal nog in zijn werk vooral getekend en vastgelegd. Want hij dacht, nou, dat wordt zo, dat moet ik vastleggen. Dat is zo bijzonder wat we hier aantreffen. Zo vreselijk. Maar goed, en zijn huis, hun huis, ja, dat stond er nog gewoon. Maar alles wat daar in als huisraad was en helemaal alles wat in het atelier was, nou, dat was gewoon helemaal in puin. En vooral die eterniet, dat is de schips. Nou, het verkruimelde. Ging een gruzelement. Ja. Maar hij pakte eigenlijk de draad weer op toen? Ja, en wat heeft hij toen gedaan? Hij had nog wel heel veel vroege tekeningen. En heel veel van die vroege tekeningen, daar zie je helemaal al de stijl in die Valk dus later heeft uitgewerkt, zeg maar. En waar hij onbekend is geworden. Zelf sprak hij wel van de Valk-stijl. Ja. Maar goed, hij had een heleboel van die vroege tekeningen en die heeft hij gewoon één op één overgenomen op de schilderijen die hij daarna schilderde. En ja, dan dacht hij, of zo voelde dat voor hem gewoon, dit is iets wat ik in 1919 heb gemaakt. Dus ja, hij schreef er dan ook 1919 onder. Maar ja, dan komen de kunsthistorici in het geweer. Want ja, dat was echt zo van, nee, dat kan niet. Dat is heel verwarrend, want het is dan niet geschilderd in 1919. En dat zie je wel. Ja, want dat werk heeft natuurlijk ook zijn ontwikkeling doorgemaakt. Precies. Dus dat is niet meer hetzelfde als toen hij daarmee begon. Ik herinner me ook bijvoorbeeld een prachtig bloemstuk of een stilleven met bloemen. Waarvan ik denk, ja, dat is best wel decoratief ergens. Maar hij wilde helemaal niet decoratief schilderen. Nee, absoluut niet. Nee, het was gewoon echt de wereld en de werkelijkheid die hij wilde doorgronden. Dat was het echt. Hij wilde tot de essentie komen, maar eigenlijk ook, zei hij, van zichzelf. Ja. Voor hem was de schilderkunst ook een medium om bij zijn eigen kern te komen, begrepen. Nou, heel erg, ja. Dus heel erg van, waarom, nou ja, al die levensvragen. Hè, maar als je dan bekijkt dat hij eigenlijk niet tot een stroming behoorde. Nou, het is heel moeilijk voor een kunstenaar die niet tot een stroming behoort of tot een specifieke groep kunstenaars, mm-hmm, om door te breken of verder te komen. Hoe heeft hij dat ervaren? Hij was dus eigenlijk een eenling. Als docent was hij bijzonder populair, ook een grote inspirator. Mm-hmm. Juist omdat hij mensen vrijliet. Hij wist hoe belangrijk het was dat je als docent niet tegen iemand ging zeggen hoe die moest schilderen. Ja, en zijn eigen werk niet laten zien. En zijn eigen, nou, ja, dat is best wel lovenswaardig, denk ik. Ja. Maar hoe heeft zijn carrière eruit gezien? In de loop, bijvoorbeeld, heeft hij veel museale tentoonstellingen gehad? Is hij erkend geweest tijdens zijn leven? Nou ja, dan zou je eigenlijk van een tweede carrière kunnen spreken. Want op een gegeven moment was hij gepensioneerd van die academie. En toen ging hij ook weer los in dat atelier, is hij zoveel gaan schilderen. Echt helemaal heerlijk, gewoon alleen maar op dat atelier zitten en heel veel werken. En toen is hij ook een soort herontdekt, bijvoorbeeld in zijn woonplaats Arnhem. Daar had je het gemeentemuseum, of daar heb je dat nog steeds natuurlijk, nu het museum Arnhem. En toen onder leiding van Pierre Jansen. En toen is er in 1973 een hele grote overzichtstentoonstelling van zijn werk gekomen. En nou, dat was zo'n eye-opener voor heel veel mensen. Van, jeetje, wat is dit voor eigenlijk iemand toch van de stijl. Hè? Al door die referentie aan de stijl, die komt altijd wel terug. En, maar ja, dat je een soort van verloren stijllid er toch weer bij hebt. Nou ja, en de figuratie was meer, dat was natuurlijk toentertijd minder revolutionair omdat hij figuratief bleef schilderen. Maar in de loop van de tijd zagen ze wel dat zijn manier van figuratief schilderen natuurlijk, ja, enorm gemoderniseerd was. Ja. En ook heel apart. En ik denk ook dat dat een van zijn verdiensten is, de wijze waarop hij figuratie gestileerd heeft.
toch? Ja, nou ja, en eigenlijk, dat is, ik zeg nou zomaar dat 1973, vertel ik dat leuk van die overzichtstentoonstelling. Maar eigenlijk is dat heel bijzonder, want de jaren 60 en 70, dat waren echt de jaren van de abstractie, conceptuele kunst. Ja. Het kon allemaal echt niet eigenlijk, nee, hè, wat hij deed. Nee, maar zo'n Pierre Janssen, nou, die zag dat meteen, dit is wel iemand bijzonders. En hier, tegen de stroom in. Ja, ja, en ook vasthouden aan... zijn eigen stijl, aan de klare precies, lijn. Precies. Maar ja. Dus nu zijn we inmiddels... Hij is overleden in 1986. Dus wat je zei, heeft eigenlijk de hele 20e eeuw... is hij ook productief geweest, hè, tot het laatste toe. Ja, tot die, dat is ook wel een... vind ik wel duidelijk altijd. Dat hoor ik van zijn dochter, Else Valk. Die vertelt dan altijd dat op het moment dat hij geen rechte lijntjes meer kon schilderen. Want die lijntjes die tekende hij altijd uit de hand. Dus heel dat rechte, dat zat er gewoon heel erg in. Maar ja, hij was over de 80 en op een gegeven moment ging dat niet meer. En toen is er ook het doek gevallen voor, nu ga ik niet meer schilderen. Ja. Ja. En, maar ja, eigenlijk, nu heeft hij een soort tweede comeback gemaakt, zou je kunnen zeggen. Hij is veel meer in de aandacht. Hij heeft een aantal, in Nederland een aantal mooie solo-tentoonstellingen op museaal niveau gehad. Er is inmiddels ook de Hendrik Valk Stichting, die heel veel doet eigenlijk ter promotie van zijn werk. Hoe zie jij eigenlijk de rol of de invloed van zijn werk op de generatie kunstenaars van nu en wellicht in de toekomst? Ja, nou, dat is eigenlijk heel positief, want het is dus de schilder van de klare lijn. En de klare lijn, ja, dat is eigenlijk een term die veel voor de strips wordt gebruikt. Hè. Hij is gemunt door Joost Zwarte om dat hele Hergé, Kuifje. Ja, Kuifje, nou, dat is de klare lijn. Ja. Maar, nou, kijk je naar de schilderijen van Valk, eigenlijk alles... Dat is precies wat Valk is. Alleen dat karikaturale, dat is er niet. Wat die strips altijd hebben en dat hele verhalende, weet je wel, zo. Maar het is zo helder, een heldere taal. Ja, dat spreekt iedereen meteen aan. En dat merk je ook bij mensen, ook jonge mensen die dat zien. En die onmiddellijk het mooie daarvan zien. Dat je in drie lijntjes de hele essentie kunt vatten. Nou, eigenlijk ook, je voelt heel veel liefde erin zitten. Waar de stijl heel rationalistisch was eigenlijk. Ook, ja. Zie je dat hij een soort humaniteit heeft, een soort liefde dat erin zit. Die denk ik heel erg de mensen aanspreekt. Je kijkt het heeft niet dat hoge, weet je wel, dat handen op de rug of moeilijk doen. Het is moeilijke heel termen. Erg toegankelijk is het werk. Ja. Tegelijkertijd ook heel erg modernistisch. Ja, nou eigenlijk die combinatie, nou dat doet het wel voor ook een jong iemand nu. Ja, en ook fashion designers zie ik erg geïnspireerd door de klare lijn. Nou, de letters van Valk kwam ik laatst in de NS-trein tegen. Dat ik ook dacht van, oh ja, nou dat is dan ook de stijl een beetje. Ja. Maar het is absoluut ook Hendrik Valk.